Yo gast, dan ben ik terug bij een nieuwe FIFA 18 Ajax Career Mode. We gaan door, we gaan verder. Maar eerst ga ik even wat dingetjes vertellen die ik hier heb gedaan eigenlijk. Voordat we naar de volgende wedstrijd gaan tegen Utrecht. Maar ik denk, even kijken, Utrecht is dan thuiswedstrijdje. Ja, die gaan we simuleren. NAC uit. Ja, een uitwedstrijd spelen wel. En ja, Europa League is nou voor spek en bonen. Want we zijn al door de groepsfase 1. Super chill. Dus die kunnen we ook wel simuleren. Maar goed, allereerst moet ik zeggen van... ik ben hier nu aan het scouten alvast voor de transferperiode in de winter. Namelijk naar spelers met een aflopend contract. Kijk eens aan. We hebben Ayoub en Farfan. Dit zijn allemaal spelers, hier komen die dus te staan met een aflopend contract die we dus hopelijk gratis kunnen gaan overnemen. Niet allemaal hoor. Maar hopelijk komen er wat interessante spelers bij die we gratis kunnen overnemen. Dat zijn we in ieder geval nu aan het scouten. En ik ben bezig, ik heb een jeugdscout erbij gezet. Ik heb niet geld voor nog één. Maar ja, ik ben naar aanvallers aan het scouten omdat we maar één echte spits hebben op het moment. Want Dolberg en Cachera zijn geblesseerd. We hebben alleen Huntelaar, dus we hebben gewoon een spits nodig. Dus ik ga dat even oplossen met jeugdspelers. Maar goed, een beetje jeugd is niet erg. Maar we gaan het niet zoveel doen als de jeugdchallenge van vorig jaar van FIFA 17. Nou gaan we dus de wedstrijd tegen Utrecht simuleren. Nou, we krijgen ook berichten. Spelers verlaten de club vanwege internationale verplichtingen. Hartstikke mooi. En bondscoach van Zweden worden we toch niet. Dus dat bericht verwijder ik lekker. Nou, Utrecht, zoals ik al zei, die gaan we simuleren. Hopelijk gaan we daar de overwinning pakken. Ik ga wel met... beide selecties zijn een beetje... niet spelen. Ik wil eigenlijk de kalender nog één keer checken. Hoeveel rust hebben we hierna? Genoeg! Dus dan gaan we maar gewoon even met de basis simuleren. Hopelijk krijgen we er geen blessure bij. Dat zou wel zuur zijn. Want die kans die is er nou eenmaal wel met simuleren. Goed. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Utrecht thuis. En we spelen 0-0. Oké, nou ja, het had erg gekund. Maar ik had toch liever wel een overwinning gezien. Maar we staan nog gewoon bovenaan het lijstje. Bovenaan de competitie. Even een trainingtje er tegenaan gooien. Ook belangrijk natuurlijk. En dan gaan we door naar de wedstrijd tegen NAC. Dat is de volgende. Ik ga daar gewoon heen simuleren en spelen. Want ja, in de tussentijd gebeurt toch geen zak. Dus dat is niet even interessant om te zien. Dus ik zie jullie bij de wedstrijd. Alright, here we go. Uitwedstrijdje tegen NAC, NAC, NAC Breda. We gaan direct door naar de aftrap. En we zijn begonnen. Oh, dat is een goede bal. Nouri. Oh. De eerste kans was daar. Zie je, wat een goede paas naar Nouri. Maar die schrampt de bal naast het doel. Zie je, met een schot vol tegen de verdediger. Ja, wat dan? Waarom is die zomaar langs mijn man? Vertongen stond daar gewoon. Nou ja, ze schieten gelukkig naast. Oh, wauw, de scheids laat het spelen. Huntelaar met een schot. Oh, keeper red. Huntelaar nu met een schot op doel. Weer de doelman. Die ertussen zit. Oh, paas hem af. Open. 0-1. Lekker. Daar is hij dan. We zaten druk te zetten. Ik heb wel moeite met ze. Meer moeite dan voor. We scoren maar ook veel sneller. Maar ik heb op jullie advies toch iets met die sliders gedaan. want we wonnen eerlijk gezegd wel te makkelijk vaak. Dus ja, hopelijk is dit moeilijk genoeg nu. Het duurde in ieder geval langer voor de 0-1, maar hier is er eindelijk Huntelaar met de goal. Hier komt NAC Breda met de voorzet. Oh wauw, we lopen elkaar aan de weg. Maar uiteindelijk werken we gelukkig ook weg. Daar is NAC Breda met de aanval. We zitten er gelukkig tussen. Als we daar niet tussen zaten, dan werd dat heel gevaarlijk. Maar NAC Breda geeft nog niet op. Oh, we missen de tackle. Ja, daar zitten we niet. Wel tussen. Maar we... Oh, crap. Dit is heel slecht. Net als hun gepaas. Wauw. Daar komen we goed mee weg. Misschien dat we zelf een countertje kunnen opzetten. Goeie bal daar naar Neres. Neres. Oh. Wat scheids. Oh, dit is gevaarlijk. Onana is er op tijd bij.
NAC Breda wat er weer doorheen komt. No, dat is een panel. Nee. Hoe was dat bij Neres dan geen vrije trap, scheids? Jij vuile hond. Ik vind dit niet echt. Hij raakt eerst de bal. Dat lijkt dus zo'n replay. Dan vind ik het geen panel. Maar goed, niks aan te doen. Ik denk dat hij naar links gaat. Hij schiet naast! Ik wou naar links duiken, hij deed het niet eens. Maar wat hebben we daar geluk. Wauw. Daar is een balletje naar Kluivert. Huntelaar wordt gezocht, maar niet bereikt. Hier gaat Nouri naar Huntelaar. Huntelaar moet pasen, maar die paas wordt onderschept. Oh. Neres, die is de ruimte. Die heeft alle ruimte. Moet hem nou voorgeven. Doet dat ook. Naar Huntelaar. Die schiet wordt gered door de doelman alweer. De doelman van NAC speelt goed. Oprecht. Hij heeft aardige reddingen. Voorzet van Nouri. Beland bij niemand. Vertongen vangt die bal op. Naar Nouri. Oh, Nouri paast hem nog een keer. Juist. Nou, Kluivert. Die verliest de bal. Hier is NAC Breda over de vleugel. Oh, gaat langs de slijding heen. Zit er nu erg binnen. Holy shit. Onana met een zeer belangrijke redding. Voorzet van NAC beland bij onze verdediging. Daar is de voorzet van NAC Breda. Missen de bal. Oh. Gevaarte van NAC. Maar ze pasen verkeerd. En wij ook. Jeetje, wat een blunder. Wat een blunders. Overal, daar is een schot en dan gaat naast. Interessante wissel hier. Een mooie wissel die eraan gaat komen. Dolberg is terug van zijn blessure. Dus we gaan hem laten invallen voor Huntelaar. Hopelijk kan hij direct een doelpuntje meepakken. Oké, de verdediging heeft een bal achter de lijn gejaagd. Naar wie een corner. Motta kopt, maar de keeper redt. Oeh, Onana moet daar nog laat in de wedstrijd in actie komen. Hoekschop nu voor NAC. Kom op, werkt het weg, werkt het weg. In de handen van Onana, ook goed. Oh, Kluivert daar met zijn actietje. Daar is Dolberg, schot wordt geblokt. Oh, dit is een goede bal, dit is een goede bal. Ziyech, maak het af. Nee! Wow, Ziyech. Oh, daar is Dolberg, die te langs. Schiet op doel, doelman redt. Oké, we hebben een corner. Laat in de wedstrijd toch nog kansen. Ziyech nu met de hoekschop. We koppen, maar dat werkt de verdediging weg. Oh, wauw, dat die scheids niet wil fluiten. Dit is lelijk. Alles op de verdediging de laatste paar minuten. Dat is een schot van afstand. Ze hebben serieus met dat klote schot nog een corner gewonnen ook. Dat was gewoon een paniekschot. Hopend op een corner. Werkt die bal weg en de scheids fluit af. We winnen met 1-0 of 0-1 moet ik eigenlijk zeggen. Van NAC Breda. Goed, terug op het open. Nu hebben we een berichtje. Persconferentie voor de wedstrijd tegen Lyon. Ik ga mijn team gewoon loven. We hebben het al netjes gedaan daar in Europees voetbalgebied. We zijn al door naar de volgende ronde. En de training Dolberg staat daar direct al tussen. Die is natuurlijk terug. Maar ik ga hem eigenlijk nog wel die training uithalen. Zodat ik ruimte kan maken voor iemand anders. Want hij is nu al 80 over algemeen. En dat is toch best netjes voor helemaal voor de Eredivisie. Is dat prima? Is dat voldoende? Dus. Nou, daar is Lyon. Eens kijken. Deze gaan we simuleren zoals ik al zei. Wel met het basisteam. Maar we gaan Dolberg in de basis zetten. Hij krijgt gewoon iets meer vertrouwen in. Cashier en De Jong zijn ook hersteld, beide al. Dus de blessures waren gelukkig niet al te lang. Maar mijn scout blijf ik nog lekker zijn ding laten doen op zoek naar aanvallers. Nemen we De Jong mee? Ik laat hem eigenlijk op de reserve. Het is prima zo. Gaan we simuleren nu tegen Lyon. En ik ben benieuwd wat ze gaan doen eigenlijk. Ze spelen wat thuis. Maar ja, Lyon is natuurlijk wel een stukje sterker dan ons eigenlijk. Dus er kan van alles gebeuren. Ik verwacht eigenlijk een verlies. Maar hey, als de game ons laat winnen, dat zou ik... gelijk spelletje. Kan ik mee leven? Kan ik zeker wel mee leven? Kan ik prima mee leven zelfs?
Dan zien we hier een gesprek met spelers. De Ligt is blij met het vertrouwen dat we aan hem geven. Door middel van alle speeltijd. Dat is super tof. Dan zie ik hier Roda, die staat derde. Dat is een thuiswedstrijdje. Wat is dit? Die wil meer speeltijdje. En toch vind ik dat Roda een team is waarvan ze moeten kunnen winnen. Dus laten we dit ook gewoon proberen te simuleren. Maar dat moet dan wel met het wisselteam. En daar staat De Jong in de basis. Maar dat wordt dus Huntelaar nu. Zo. Want dat hadden we alleen even veranderd omdat Huntelaar in de basis stond. In verband met de blessure van Dolberg. Maar zo hoort het te staan. Dan gaat Dolberg mee op de bank. Zetten we dit zo. Dit staat prima. Gaan we simuleren ook tegen Roda. En dan gaan we toch wel door deze eerste seizoen met een redelijk tempo heen eigenlijk. Want ik ga niet lang niet alles spelen. Roda moeten ze gewoon van kunnen winnen. En dat doen ze ook met een dikke 3-0. Johnson, Huntelaar en Veldman zijn de doelpuntenmakers. Hartstikke top. Hebben we nog meer trainingen? Huppakee. Ah, ik moet nog steeds Dolberg vervangen. Maar ja, dat komt wel. Hier. We hebben 2 stijgende mensen. Hartstikke mooi. 71 algemeen zijn ze beide nu. Wie weet gaan ze wel helemaal gelijk trainen. Dat zou wel lijf zijn. Dat zou wel grappig zijn. Op zich. De volgende tegenstander is Twente uit. En dat is voor de volgende video. Want we zijn nu toch al wel weer redelijk wat wedstrijdjes vooruit. 4 wedstrijden al. Ook hebben we er maar 1 gespeeld. We zijn al wel 4 wedstrijden verder nu. En Twente uitwedstrijden gaan we wel gewoon nog even voor zekerheid spelen. Want die vertrouw ik niet helemaal. Scout update. Daar gaan we nog even naar kijken. Deze wijzen we af. Deze gaan we contracteren. Hem ook wel. En hem ook wel. Daar zaten goede jeugdspelers bij volgens mij. En we hebben een bondscoach aanbieding voor Wills. We gaan dit ook even allemaal afwijzen. Hierin worden we geen bondscoach. Dat is meer iets voor Coach to Glory. Goed. Zoals ik al zei, dit was het wel voor deze video. Vond je het leuk? Laat dan die like achter het duimpje omhoog. Dat zou me enorm kunnen helpen. Ik bedank jullie in ieder geval wel voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie graag weer bij de volgende video. Tot dan. Laters.